Nou, Roel, ik heb een paar drankjes. Die zijn een beetje lauw. Dus laten we iets maken om het koud te maken. Ja, is goed. Je herkent vast het probleem wel. Je lekker blikje bier, flesje bier. Maar het is gewoon lauw, want je hebt het nog niet in de koelkast gedaan op tijd. Dus wat gaan we vandaag doen? Wij gaan vandaag beginnen aan een project om een apparaat te maken, een systeem. Om via water, koud water, heel snel, hopelijk in 30 seconden, 60 seconden, je biertje koud te maken. Nou, wat is het idee? We hebben hier een pan. De pan is de bodem van het hele verhaal. Maak er een plateautje in, daar doe je dan je drankje op. Dan doe je dit overheen, druk je op een knop en dan komt er water, gaat er sproeien, koud water. En dan hopelijk wordt het biertje, blikje bier of wat ook in een blikje zit, heel snel heel erg koud. Dus wat we eronder nog doen is kijken. Peltier element. Ja, peltier element. En een radiator met ventilator van een computer voor de processor. Dus dat komt er zo en onder. En die koelt dan actief het water nog. Wat er zit is een plaat met twee verschillende metalen. En als je de stroom opzet, dan is er een warmteovergang tussen de twee metalen. Waardoor je dus aan de ene kant het warm maakt. Daar zetten we straks dus de ventilator op, of de radiator. En aan de andere kant wordt het koud. En daar glijdt de pan ook heel mooi mee. Vandaar ook dat we een pan gebruiken. Ja, precies. Nou, eigenlijk bestaat het project uit twee delen. We hebben de pomp en het waterkoeling. Ja. En we hebben de onderkant die dan het water weer koelt. Ja. Dus wat moeten we doen? We moeten zorgen dat die pomp aangesloten wordt met een soort van stangetje. Daar hebben we een buis voor, hè? Ja, daar hebben we een koperen buis voor. Dan gaan we proberen met een paar koppelingen erop te krijgen. Ja. En die koeler moet dus met het PLC-element bevestigd worden aan de onderkant. Ja. Dus we kunnen de taken misschien verdelen. Doe ik dit wel? Ja. Nou, is goed. Gaan we aan. Nou, we zijn nu op een probleem gekomen dat het niet goed aansluit. Dus we moeten eigenlijk een stukje metaal er nog tussen hebben. Ja, die dan ook. Die, zodat je hem lekker kan, stevig kan aandraaien. Maar ja, wat? Hier twee kanten. Ja. En dan dit een beetje zo. En dan hier moet een plateau. En daar komt dan het ding op. En dan zit die net eronder. Dat is niet. Ja, dan moet je met afmeten. Ik hoor een tot hier of zo. We dragen het eraf. Oké. Mooi.
we hebben hem afgemaakt. Zoals je ziet hebben we nu dus hebben we hem geïsoleerd. En het idee van het peltier element, dat hebben we maar laten vallen. Ja, het is een heel leuk concept. Hij koelde ook, alleen het probleem was, we konden de warmte niet snel genoeg afvoeren. Dus die warmte ging weer omhoog en dat resulteerde in dat het water warm werd in plaats van koud. Dus ja, we hebben er maar gewoon lekkere blokken ijs in gedaan. Lekker hè? Ouderwets. Ja. Een zak ijs bijgehaald. En dat werkt heel goed. We hebben zo'n, we hebben geen thermometer. Het enige wat we hebben is zo'n laser thermometer of infrarood thermometer. Nou, als we dit mogen geloven, is het water tussen 3 en 4 graden. Ja. Dus dat is wel nice. Dus dat is kouder dan een koelkast. En we hebben net, we hebben al twee even geprobeerd. We laten het nog even één keer zien. We zitten hem erin. We hebben hier een mooi knopje gemaakt. Druk je erop. Gaat hij even aan. En als je hem tussen 30 seconden en een minuut, dan is hij echt super koud. Ja, lekker koud om te drinken. We hebben hem ook zo hoog gemaakt dat hij ook met een flesje werkt. Het peltier element, hè. Wat kunnen mensen nou doen om dat te fixen? Want we hebben dus echt deze buis geprobeerd om het weg te, ja, af te voeren, denk, de lucht. Maar ik denk dat het probleem is, wij hebben tussen het peltier element en onze koeler, dat past er niet helemaal. Dus we hebben er een plaatje aluminium tussen gezet. En ja, dat geleidt de hitte niet goed genoeg. En onze koeler is vrij klein. Er komt natuurlijk een enorme hitte vanaf, want je pompt er 100 watt aan stroom doorheen. De ene kant wordt wel koud, maar de andere kant wordt echt super warm. Ja. Maar goed, met ijsklontjes, weet je, dat heb je vaak toch wel in je koelkast of je vriezer liggen. Ja. Doe je dat er gewoon in, dan heb je het meteen koud. En weet je wat het is? Het ziet er wel gewoon cool uit. Ja. Als je dat op een feestje even doet. Eigenlijk moeten we nog een handventiel hebben of zo. Ah, ja. Of gasveren. Dat er rook uitkomt. Nou, we hadden nog een manier nodig om de motors te bevestigen. En dat hebben we gedaan met behulp van gelasersneden plastic. Het is een vrij simpel ontwerp. Zeg maar, de motors die worden erin geklemd en bovenin zit een roostertje waar je de blikjes op kan zetten. Als je nou geen lasersnijder hebt, dan kun je het altijd uitprinten en met een figuurzaagje uitsnijden. Of als je een 3D printer hebt, dan kun je die ontwerpen downloaden en dan op 4 mm dik alles uitprinten. Dan past alles ook perfect in elkaar. Het enige waar mensen het wel mee moeten opletten, dat als je een paar biertjes op hebt, dat je niet vergeet de stolp natuurlijk op te doen. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd hoe ver dat ding nou spuit. Zullen we dat maar proberen? Ja. Oké. Okay. Ja. Succesvol, denk ik, hè? Geslaagd project. Jammer van het van het peltier element. Ja. Ja. Helaas, het was een leuk idee, maar echt leuk. IJs werkt ook prima. Ja, en beter. Beter, ja. Sneller en beter. Dus dat is eigenlijk wel aan te raden. En nu is het alleen nog om hem een keertje uit te testen als het echt warm wordt. Ja. Helaas, nu nog niet. Nee. Hey, vond je dit nou ook een leuk project? En ga je hem zelf maken? Laat het even weten. En voor de toekomstige projecten die we gaan doen, even liken en abonneren. En dan zie je alle video's die we maken weer voorbij komen. En voor een volledige uitleg en alle onderdelen die we hebben besteld en gekocht, ga naar mancave.nl, daar staat het precies op. En dan tot de volgende keer. Ja.